In deze video wordt geen nieuwe stof behandeld. Wel geeft het de samenvatting van de begrippen en formules die horen bij één domein van het VWO Natuurkunde-eindexamen, zoals die geldt vanaf het examenjaar 2025. Een centrale term in het domein C2 energie en wisselwerking is arbeid. Wanneer er een kracht werkt op een bewegend voorwerp, dan kan die kracht arbeid verrichten. Die arbeid zal positief zijn wanneer de kracht in dezelfde richting is als de beweging van het voorwerp en negatief. Wanneer die kracht in tegengestelde richting is. En met een formule kun je precies uitrekenen hoe groot de arbeid is die wordt verricht door die kracht. Wanneer er een FS-diagram gegeven wordt, dan zal het oppervlak onder de grafieklijn ook gelijk zijn aan de arbeid die wordt verricht door die kracht. Van een aantal krachten waar we in dit domein naar kijken, is bekend dat ze gekoppeld zijn aan een energiesoort. En wanneer zo'n kracht arbeid verricht. Dan betekent dat ook automatisch dat de hoeveelheid energie van die bijbehorende energiesoort aan het veranderen is. Het bekendste voorbeeld is misschien wel de zwaarteenergie. Wanneer de hoogte van het voorwerp verandert, dan weten we dat de zwaartekracht arbeid heeft verricht en dan kunnen we ook uitrekenen dat de zwaarteenergie van het voorwerp is veranderd. Een beetje hetzelfde geldt voor de veerenergie. Wanneer de indrukking van uh, een veer verandert, dan zal ook uh, de veerkracht en arbeid hebben verricht op het voorwerp en dan zal de veerenergie veranderd zijn. Omdat de positie van het voorwerp belangrijk is voor de bepaling van hoeveelheid zwaarte energie of veerenergie, worden de, deze twee eh, energiesoorten ook wel potentiële energiesoorten genoemd. Er is nog een derde energiesoort waar ook een kracht aan verbonden is en dat is de energiesoort, het wordt vaak gewoon, gewoon warmte genoemd. Warmte eh, wordt veroorzaakt doordat er een wrijving eh, plaatsvindt tussen het voorwerp en de omgeving. En de eigenschap van warmte is dat warmte eigenlijk alleen maar kan toenemen gedurende een proces en nooit zal afnemen. En dat heeft ermee te maken dat de wrijvingskracht per definitie altijd tegengesteld gericht is aan de bewegingsrichting. Je kunt van een voorwerp gaan uitrekenen hoeveel arbeid er wordt verricht door elk van de krachten die op het voorwerp werken. Stel je dat allemaal bij elkaar op, dan krijg je de, de som arbeid of de netto arbeid. Dan kun je gebruik maken van een handige wet, en dat is de wet van arbeid en kinetische energie. En die wet van arbeid en kinetische energie die zegt het volgende: wanneer de netto arbeid op een voorwerp niet gelijk is aan nul, dan betekent dat dat de snelheid van het voorwerp verandert en dat dus ook de kinetische energie van dat voorwerp verandert. Deze vier soorten energie, ja, die Horen allemaal tot hetzelfde hoofdbegrip, namelijk het begrip energie. Ze hebben ook allemaal dezelfde eenheid, en dat is joule. En energie speelt een centrale rol in de hele natuurkunde. En dat heeft vooral te maken met een hele belangrijke natuurwet, en dat is de wet van behoud van energie. En de wet van behoud van energie, die zegt ons: energie gaat niet verloren, energie komt ook uit het niets ineens erbij. Dus wanneer je naar een systeem kijkt, dan zal er evenveel energie inkomen als dat eruit komt. In de praktijk gebruik je vaak een energiebalans. En dan zeg je ook vaak: de totale energie van het systeem in situatie 1 moet even groot zijn als de totale energie in situatie 2. En daarmee kun je dan vervolgens gaan rekenen. Een aantal scenario's moet je daarbij wel kunnen herkennen. en Je moet ook kunnen bedenken welke energiesoorten of energiesoorten. Uh, daar dan een rol in spelen, welke energiesoorten aan het veranderen zijn. Eén bekende is de vrije val. Wanneer je te maken hebt met de vrije val, uh, dan moet je goed kijken naar de zwaarte en de, de kinetische energie. Die kunnen allebei dus veranderen tijdens de vrije val, maar één ding geldt dus vanuit die wet van behoud van energie: tel je ze bij elkaar op, dan komt er altijd dezelfde totaal-energie uit. Tweede voorbeeld is de stuiter. En wat je vaak ziet is dat tijdens het stuiteren van bijvoorbeeld een bal op de grond, dat er energie wordt omgezet in warmte. Dus je moet hier ook de warmte in meenemen. De verticale worp lijkt erg op een vrije val. Natuurlijk kun je ook een val hebben waarbij je rekening moet houden met de luchtwrijving. Nou, dan zijn er drie energie soorten die je mee moet nemen in je energiebalans. En tot slot kun je ook te maken hebben met periodieke bewegingen, met trillingen. En dan komt de veerenergie om de hoek kijken. Op het moment dat de trilling in verticale richting is, dan zul je ook de zwaarte energie mee moeten nemen. Dus heb je drie energiesoorten die veranderen. Zijn er nu naast deze vier uh, genoemde energiesoorten nog andere energiesoorten waarmee je mee moet kunnen rekenen? Uh, in dit domein. Nou, er is er nog eentje die je ook moet kunnen toepassen, en dat is de chemische energie. De chemische energie heeft geen bijbehorende kracht. Maar de chemische energie. Zorgt vaak voor een hoeveelheid energie die je in het systeem inbrengt. En dat doe je dan door een brandstof te verbranden. Wil je uitrekenen hoeveel chemische energie er wordt geïntroduceerd, dan heb je eigenlijk twee dingen nodig: de hoeveelheid brandstof, uitgedrukt in of kilogram of in kubieke meter, en de bijbehorende stookwaarde. En de stookwaarde kun je opzoeken in BINAS. Daarnaast zijn er ook nog wel andere energiesoorten waarmee je moet kunnen werken bij de wet van woud voor energie, maar de formules daarvan vallen buiten het uh, domein C2, maar ik wil ze wel noemen. De ene is de stralingsenergie en de andere is de elektrische energie die al wordt uitgelegd in het domein elektriciteit. Wanneer je gaat werken met het begrip energie, dan ga je vaak gebruik maken van een apparaat uh, die je iets wil laten doen. Nou, wat blijkt dan het geval te zijn? Uh, elk apparaat dat je bouwt zal niet in staat zijn om alle energie die je erin stopt om te zetten in een vorm die jij dan nuttig vindt. Hoe goed of hoe slecht een apparaat dat doet, wordt uh, vastgelegd met de term rendement. En hoe hoger het rendement is van het apparaat, hoe energiezuiniger het apparaat zal zijn. En ook het menselijk lichaam uh, heeft een rendement. We zijn niet in staat om alle energie die wij uh, via chemische energie tot ons nemen, uh, door het verbranden van een boterham, om die nuttig om te zetten in bijvoorbeeld uh, bewegingsenergie. Wat je zult zien bij vrijwel alle apparaten. Is dat een gedeelte van energie wordt omgezet in warmte. Uh, en dat noemen we dan vaak energieverlies. Nou bedenk even, energie gaat natuurlijk nooit verloren. Maar met energieverlies wordt hier bedoeld dat we die energie niet meer nuttig kunnen gebruiken. De energie die wordt gebruikt door een apparaat per seconde noemen we het vermogen P met de eenheid watt. En uh, daar kun je ook mee rekenen. En vergeet dan niet dat er ook nog een handige formule is die een relatie legt tussen het vermogen. De kracht, de voorwaartse kracht van het uh, voorwerp en de snelheid waarmee het voorwerp beweegt.